Hallo. Wij zijn Dominique en Aagje. Aagje is mijn schoonzus. Ik ben de zus van zijn vrouw. Ja, ik heb haar zus 3 jaar geleden leren kennen. En dat was voor mij liefde op eerste gezicht. En voor Aagje was dat iets minder. Ik was niet zo blij toen mijn zus mij vertelde dat ze had afgesproken met een zekere Dominique, die ik kende van een ver verleden vroeger op school, die niet zo'n geweldige reputatie met de vrouwtjes en de drank had. Maar alles is goed gekomen. Wij zijn ondertussen hoe lang getrouwd? Anderhalf jaar getrouwd. We hebben 2 kinderen. En dus alles gaat goed. En kijk, zelfs na 3 jaar zijn wij ook vriendjes geworden. Wij willen ons heel graag inschrijven voor Peking Express. Waarom? Omdat dat gewoon een fantastisch programma is. Toen wij elkaar eigenlijk nog niet kenden, keken we er blijkbaar allebei naar. Dat schept een band natuurlijk. Waarom praat jij zo raar? Ik weet het niet. Wat valt er verder nog te vertellen? Ik kom hier heel vaak over de vloer. Heel vaak. Meer maar dan over het programma. We moeten vertellen waarom dat we willen. Echt? Ah, ja, okay. Natuurlijk. Ik heb nog nooit geliefd in mijn leven. Ik vind dat eerlijk gezegd ook een beetje beangstigend. Dus om dan ineens te gaan liefden in een vreemd land, dat is heel speciaal. Ik ben ook meer het luxueuzere reistype. Dus dat is voor mij dan ook een uitdaging. Want ik neem aan dat we niet gaan liefden op Hawaii. Ik vind dat echt helemaal niet erg. Ik kan overal mijn plan trekken met 1 onderbroek en 1 t-shirt. Dat is... En ik heb ook helemaal niet snel schrik van iets. Maar mijn winnaarsmentaliteit ligt misschien iets lager dan die van Dominique. Dus ik denk op dat punt dat wij een heel sterk team kunnen zijn. Ik kan hem kalmeren wanneer iets vies is. En hij kan mij erdoor trekken wanneer ik moe ben. Ik heb ook, zoals ik gezegd, een vrouw en 2 kinderen. Dus ik heb ook heel veel mensen om te missen. Aagje moet niemand missen. Want Aagje is helemaal alleen. Ik kan gewoon ook de kinderen en mijn zus missen. Ja, ja, ik heb er eigenlijk voor gezorgd dat Aagje nu iets meer een sociaal leven heeft tegenover daarvoor. Goed, we zijn al 2 minuten en een half, we zijn er bij kennen. Wat valt er verder nog te vertellen? Wij hopen heel graag dat we mogen meedoen. Ja. Een ploeg uit Antwerpen is ook altijd heel leuk. Wij zijn van Noord-Antwerpen. En we hebben heel veel vrienden, dus heel veel extra kijkers. Dus we hopen dat we erbij zijn. Bedankt, bye bye.